Hallo allemaal, goed dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Wortel. We gaan het vandaag wederom hebben over een van de onderdelen vanuit Microsoft Viva. Mijn naam is Frank van Diest, ik ben productmanager bij Wortel. Ik hou me bezig met het naar de markt brengen van onze producten en diensten. Zoals eerder aangekondigd doen we een hele serie over Microsoft Viva. En vandaag gaan we het hebben over Viva Topics. Dat doe ik niet alleen. Ik heb hier naast mij een collega zitten, Martin Kras. Martin, goed dat je er bent. Wil jij jezelf even kort voorstellen alsjeblieft? Ja, ik ben Martin Kras. Ik ben strategy consultant bij Wortel. Ik hou me bezig met oplossingen rondom Office 365. En met name informatiemanagement. Dus de informatie die in Office 365 wordt opgeslagen. Helder verhaal. Dat is vakgebied wat we jaren natuurlijk kenden rondom SharePoint en al die ingewikkelde dingen die we daarmee moesten doen. Maar er zijn een hoop dingen de laatste tijd gebeurd die dat leven van mensen zoals jij, maar vooral denk ik de gebruikers, uiteindelijk een hoop makkelijker hebben gemaakt. Zaken die voort zijn gekomen uit wat we voorheen kenden als Project Cortex. Daar weet jij heel veel van. Er is nog iets anders ook voortgekomen uit Project Cortex naast Viva Topics, namelijk iets wat heet, help me even, SharePoint Syntax. SharePoint Syntax, ja. Dat is eigenlijk vorig jaar, eind 2020, beschikbaar gekomen vanuit het Project Cortex Content Management Services programma eigenlijk. En daar is nu ook Viva Topics uit voortgekomen. Ja, en ik heb begrepen dat die twee nauw aan elkaar verweven zijn. Daar gaan we zo meteen denk ik nog even bij stilstaan. Voordat we dat doen, lijkt het mij in ieder geval goed om heel even kort aan te halen. Wat is Microsoft Viva ook alweer? En even heel kort, of misschien niet eens heel kort, maar even door Microsoft Topics heen te lopen. Ook even met wat schermen erbij, zodat mensen die kijken daar een gevoel bij kunnen krijgen. Dus als je dat oké vindt, pakken we er eventjes een beetje beeldmateriaal bij. Jij staat er ook nog naast. Om te beginnen, Microsoft Viva, voor de mensen die net inhaken, zijn vier onderdelen die in Microsoft Viva zitten. We behandelen er vandaag één, dat is degene meest rechts, Viva Topics. Viva Connections is je digitale hub, je intranet, je productiviteitshub in Microsoft Teams. Hebben we eerder behandeld met Robert Schouten samen. Het tweede onderdeel wat we kennen is Viva Insights, een doorontwikkeling op Insights vanuit Office 365. Geeft jou en je collega's inzicht in hoe het met jou gaat, maar ook hoe de productiviteit is binnen je team en van jezelf. Learning hebben we behandeld met collega's Elroy en Hans. Biedt een platform om kennis op te doen, heel gericht aan te kunnen bieden aan de juiste doelgroep. En vandaag gaan we het hebben over de laatste, but certainly not least, Viva Topics. En normaal gesproken vertel ik even kort wat het is, maar dat ga ik nu niet doen. Dat ga ik aan jou vragen, Martin. Als je Topics zou samenvatten, hoe zou je dat kort, mag ook lang trouwens, hoeft niet per se kort, doen? Nou ja, eigenlijk gaat het natuurlijk over de informatiewerker. Wat doet hij? Die werkt heel veel met informatie en in informatie zit kennis. Eigenlijk wil je van alle documenten en informatie wil je kennis maken. Kennis kun je rondom verschillende onderwerpen doen. Een topic. En daar wil je medewerkers die daar niets over weten, willen op zoek gaan naar wat is er rondom dat onderwerp allemaal te vinden. Laat ik het maar topic even als onderwerp vastleggen. En dat je dus, ik weet iets niet over een bepaald onderwerp en ik wil daar meer over weten. Nou, zoals je dat inderdaad hier in de afbeelding ziet. Je bent nieuw in de organisatie of wat minder bekend en je typt iets en je ziet bijvoorbeeld in dit geval iets over SOAR. Je weet eigenlijk helemaal niet wat SOAR betekent en wat je straks gaat zien. En dat zie je in Teams, maar ook in Outlook en ook op je intranetportaal. Krijg je gewoon daar meer informatie over te zien. Welke documenten zijn eraan gerelateerd? Welke mensen zijn er rondom dat onderwerp bezig? En welke... wat je ook kan doen is, als je naar de volgende stap in de demo kijkt, dan kun je daar ook vragen over stellen. Het grappige is dat ze daar weer bijvoorbeeld Jammer terug laten komen. Mm-hmm. Wat eigenlijk gewoon een Jammer webpart is. Maar als je rondom het onderwerp een Jammer community hebt, kun je vragen stellen aan de community over dat onderwerp. En kan de community weer daarop reageren. En een topic staat natuurlijk, een onderwerp staat niet op zich. Die heeft ook relaties met andere onderwerpen. En dat wordt ook visueel gemaakt
in het topic, ja, de related topics. Even naar de volgende. Ja, ik zit hier allemaal te klikken, ja. Maar ik, ik ben niet zo goed in PowerPoint, Martin. Maar volgens mij wilde je deze relaties laten ja, zien. Ja, precies. Dus, ja. Dus wat je hier ziet is de relaties met andere onderwerpen. En hier vandaan kun je zeggen vanuit het ene onderwerp doorklikken op het andere onderwerp. En dan krijg je dus allemaal relaties tussen de verschillende onderwerppagina's. Ja. Dus een soort Google Maps over je informatie heen-achtige structuur. En ja, zit er ook op deze manier wel weergegeven. Ja, zie het eigenlijk als een Wikipedia. Ja. Waar je ook eigenlijk door het navigeren door de teksten heen naar een ander onderwerp toe gaat en ook een onderwerp kan toevoegen. Nou, wat is dan eigenlijk bij Wikipedia en eigenlijk alle kennismanagement systemen wat we in het verleden hebben gehad en hebben opgesteld? Ja, het betekent dat mensen, medewerkers in de organisatie, die kennis moeten gaan vastleggen. Ja. Die moeten dus die pagina's gaan schrijven. En als er iets nieuws is of iets veranderd is, moeten ze die kennis gaan bijwerken. Viva Topics heeft als aan de achterkant werkt met op basis van AI. En ja, op het moment dat het systeem iets ontdekt in de organisatie en een onderwerp vindt of een andere nieuwe informatie rondom een onderwerp, dan wordt het ook bijgewerkt op die topicpagina. Ja, nou staat dat niet op zich en het is nog steeds zo dat de topics, de topicsbeheerders kunnen zeggen van oké, klopt de informatie? Is het is de juiste informatie? Heeft het systeem niet zomaar iets verzonnen? Mm-hmm. Is het publiceerbaar? Er zit een proces achter. Waarin content-eigenaren kunnen aangeven, ja, dit is goede informatie en dat kan ik ook publiceren. Okay. Dus het systeem gaat zelf op zoek naar nieuwe topics. Ja, en dus eigenlijk rondom de informatie die je al hebt opgeslagen binnen Office 365, ga je van informatie naar kennis. En je wilde een lang antwoord, nou, dat heb je gekregen. Nou, nee, maar kijk, het voordeel van een lang antwoord is dat er ook een hoop in zit. Met hoge woorden is er volgens mij nog niet helemaal uit. Wat jij eigenlijk zegt, als ik het woord mag gebruiken, is dat er een kunstmatige intelligentie meegeleverd wordt in dit platform, die voor jou gaat kijken, hey, welke onderwerpen komen nou veel voor in jouw organisatie, zijn waarschijnlijk nuttig om te bundelen, of in ieder geval om de kennis en kunde en de mensen daarmee te bundelen, en gaat voor jou automatisch een pagina aanbieden. Hij zet hem niet automatisch neer, zeg je. Maar hij gaat hem wel aanbieden van, hey, volgens mij moet jij een pagina neerzetten rondom SOAR, want ik zie hier een hele structuur aan data, informatie, kennis, kunde, mensen die er veel vanaf weten. Wil je dat inderdaad publiceren, dan kan je dat op dat moment doen. Klopt, ja. Ja. Je kunt die pagina nog redigeren. Je kunt, als je zegt, hey, ik weet eigenlijk wel dat deze persoon er ook veel kennis van heeft, die kun je ook toevoegen. Ja. En dan op een gegeven moment, ja, eigenlijk net als een SharePoint, kun je die pagina publiceren. Het is ook eigenlijk gewoon een SharePoint-pagina. Ja. Maar die is eigenlijk heel dynamisch. Ja, ja, ik heb hem hier even bijgepakt, hè, want dit is dan het resultaat van zo'n pagina rondom SOAR. Nou, als je inderdaad nieuw in dienst komt, heb je geen idee wat dat betekent. Volgens mij is het Engels voor pijn of voor zeertje, hè? SOAR. Maar het blijkt te staan voor Sustainable Operations and Reliability, want dat heb ik hier namelijk van deze pagina af kunnen halen. En dit is zo'n pagina die dan wordt klaargezet. Die introtekst, dat wordt wel geredigeerd, denk ik, hè? Die eerste tekst die je bovenin ziet. Ja, nou, in de demo's die we tot nu toe hebben gezien, is dat wordt ook zo'n definitie opgehaald vanuit teksten die al in documenten zijn geschreven. Dus de AI analytics functionaliteit, die zou dat er ook uithalen. Ja. Dan ben je natuurlijk wel afhankelijk van talen. Dus we zijn nog in afwachting hoe dat gaat werken met de Nederlandse taal. Ja. Maar anders kun je dat inderdaad zelf gaan redigeren, ja. Ja, mooi. En hier zie je inderdaad nog zo'n overzicht van allerlei onderwerpen waarvan Microsoft dan denkt, of Microsoft, het algoritme onder deze technologie, denkt dat het voor jou relevant zou kunnen zijn. En dat zal hij ongetwijfeld doen op basis van de graph die we natuurlijk kennen. Hè? Dus de relatie tussen jou en mij, hebben we overeenkomende dingen, werken we veel met elkaar samen. En op deze manier biedt hij dat hier. Ja, een mooi overzicht trouwens ook. Mooi product. Ja. Dus een groot probleem met kennismanagement, als je het hebt over kennismanagement, want daar lijkt het wel heel erg op. En die hebben wij het ook vaak over gehad voor dat
voordat Cortex al, überhaupt al aangekondigd werd. Maar toen Cortex aangekondigd werd, hebben we daar veelvuldig over gesproken. Het grootste probleem van kennismanagement is niet zozeer het borgen of het vastleggen ervan, maar het feit dat mensen dat dan moeten doen. Dus die moeten gaan zitten typen bijvoorbeeld, omdat aangeven dat ze ergens veel over weten. En dat probleem wordt hiermee eigenlijk verminderd, opgelost. Ja, nou ja, wat je natuurlijk vaak ziet is voor projectgedreven organisaties. Na afloop van een project gaat iemand kijken wat zijn de lessons learned. Dus wat hebben wij geleerd vanuit dit project? En dat is toch vaak iets wat in een document is vastgelegd als opgedane kennis. Ja, en het systeem helpt je erbij om eigenlijk de lessons learned in een onderwerp gaan plaatsen en te verzamelen. Ja, precies. Zonder dat je, en het, of misschien te verrijken wat er al was. Of te verrijken, ja, precies. Dat is inderdaad nog een goede toevoeging. En als we dan kijken naar de relatie van Viva Topics ten opzichte van, we hadden het er net al even over, SharePoint Syntex. Hè, een van de andere producten die voortgekomen is uit Cortex. SharePoint Syntex, heel kort, helpt eindgebruikers eigenlijk bij het verrijken van het systeem rondom informatie die iets zegt over de inhoud van het document, dus metadata, toevoegen aan documenten waar je dat normaal gesproken handmatig moest doen. Dat is ingewikkeld. Ja, dus eigenlijk, vat ik dat goed samen? Ja. Het is eigenlijk een productiviteitsversneller waar je werkt met informatie. We hebben het vorige keer in de Wortel Talks over gehad. Waar medewerkers eigenlijk geen informatie als wat voor type document is dit? Is dit een contract of een offerte of een factuur? Dat geven ze niet mee, dus alles blijft een document. En ook, waar gaat dit document nu ook over? Wat is de inhoud? Dus wat is het factuurnummer of wat is de naam van de contractant? Ja, als je dat niet invult, dan is het ook heel lastig om informatie terug te vinden, om je beleid op los te laten van hoe lang moet dit contract nog bewaard blijven. En eigenlijk als je kijkt naar die verschillende metadata, dat zo'n metadataveld kan ook weer een onderwerp zijn. Ja, precies. En daar zit de relatie tussen de topics en ook de informatie die uit andere informatie uit bestaande documenten gehaald wordt. Ja, en waar ik dan aan moet denken is, we hebben Project Cortex gehad. Is dat nu eigenlijk klaar? Is dat nu geëindigd of loopt dat nog door? Het is een Project Cortex vanuit dat programma wordt SharePoint Syntex en nu Viva Topics verder ontwikkeld. Nieuwe functionaliteit zoals we dat kennen bij Microsoft. Ja, precies. Dus dat gaat vanuit datzelfde gremium nog wel door. Maar we hebben gezien dat daar eerst SharePoint Syntex uit voortkwam als middel om eindgebruikers te helpen om die data beter te klassificeren, om dat makkelijker te maken. Hè. Er zit ook een slim algoritme onder. Nu zien we dat Viva Topics aangekondigd is. Dat is natuurlijk een platform wat heel erg leunt op de interpretatie van data vanuit het platform. Dus ik kan me voorstellen dat Topics heel erg gebaat is bij de resultaten die SharePoint Syntex kan bieden. Hè, dus betere verrijking van documenten. Werkt het beter samen, is de verwachting, met goed verrijkte documenten en pagina's? Of loop ik dan op de zaken vooruit? Ja, dat is mijn veronderstelling wel. Ik heb een demo-omgeving, maar die heeft nog niet zo heel veel topics naar voren gehaald. Nee, dat is het nadeel van een demo-omgeving natuurlijk. Er gebeurt zo weinig. Dat is waarschijnlijk een van de nadelen. Even in de berichtgeving die we ook tot nu toe hebben gehad, is dat het ook het systeem heeft even tijd nodig om te leren hoe die omgeving eruit ziet en wat zijn nu topics. Ja. Daar kan het dus ook mee te maken hebben. Er staat ook gewoon een leertijd van 3 weken wordt er aangegeven. Voordat er zinnige informatie naar voren komt. Ja, precies. Hij heeft sowieso even tijd nodig. Ja, ik denk dat ook een actieve omgeving helpt. Want dan zie je ook waar mensen binnen de organisatie ook werkelijk mee bezig zijn. Ja. In de topics, in het overzicht van de topics, het administration deel. Dan zie je ook hoe relevantie bijvoorbeeld. Dus hoe vaak komt zoiets voor. Ja. En dat is ook als beheerder later kun je zeggen van hé, maar dit zijn dus het systeem als meest relevante informatie. Dus laat ik daar ook dat zijn de eerste pagina's waar ik aan ga werken om die te publiceren binnen de organisatie. Check,
Alright. Nou, als we kijken naar FIFA in zijn algemeenheid, dan noemt Microsoft dat een employee experience platform. Dat is natuurlijk een geweldige kreet. Wat ze ermee willen bereiken is dat ze zoveel mogelijk bij kunnen dragen aan de ervaring die een medewerker heeft terwijl die bij jou in dienst is. Dat komt het een beetje op neer en daarvoor leveren we een stukje technologie mee. Mooi wat ik daarvan vind is dat een van de grootste ergernissen die wij in ieder geval vaak terug horen, en dat zal je ook wel herkennen denk ik vanuit jouw vak van gebruikers, is jij kan nooit wat vinden of het is zoveel werk om metadata in te vullen en dat soort zaken. Ik ben niet goed op de hoogte. Daar kan dit echt wel op leveren, hè? Op die problemen. Ja, het is wel een onderzoek wat Microsoft heeft gedaan, maar recent onderzoek. Dat medewerkers een uur per dag bezig zijn met het zoeken of het vinden van informatie. En anders, binnen dat uur ook, als ze het niet vinden, dat ze het opnieuw gaan creëren. Ja, ook nog. Ja. Ja. Dus heb je nog eens dubbele of driedubbele informatie. Ja. En kijk, en met ook topics als wat we net zeiden is van dat die informatie uit bestaande systemen haalt. Binnen Office 365 informatie haalt, zijn er ook allerlei connectoren. Daar zit ook weer de relatie eigenlijk met SharePoint Syntex. Waarbij uit bijvoorbeeld ServiceNow, uit SubSuccessFactors, uit andere systemen ook informatie gehaald kan worden. Mm-hmm. En dus zichtbaar wordt gemaakt op de topic pages. Ja, precies. Dus dan ben je ook echt aan het verbreden. Dus breder als alleen Office 365 als bron gebruikt. Mooi hoor. Het is echt wel. Ik vind dit echt ik vind het wel geen game changer in het platform. Ik vind van alle drie de onderdelen van alle vier de onderdelen die Microsoft FIFA aangekondigd is, vind ik dit echt een game changer. Ik denk echt dat dit kan bijdragen aan een hogere productiviteit, minder frustratie, betere kwaliteit van informatievoorziening, betere informatie die je richting je klanten kunt gaan brengen. Ik vind dit echt een game changer. Ja, absoluut. Dit is eigenlijk al zo lang mensen iets op papier zetten en bibliotheken maken. Zo kun je het eigenlijk zien. Je vindt het op het onderwerp, heb je je kennis ter beschikking. Dus misschien is weer de volgende stap in, misschien wel de grootste stap in kennismanagement, wat er is. Heel mooi, heel mooi. Ik kijk ook uit naar de volgende stappen die we hebben ten aanzien van de beschikking over onze eigen omgeving. Ik kijk ook uit naar het delen van al die kennis met naar mensen die nu kijken, maar ook eventueel andere mensen die nog zoiets hebben van, ik wil hier meer van weten. Ik ga er ook vanuit dat jij en ik samen nog andere video's op gaan nemen waarin we lekker gaan demoen op het moment dat dat echt allemaal goed tot zijn beschikking is. Tenminste, ik hoop dat je dat leuk vindt om te doen, maar volgens mij wel. Hè? Dus dat lijkt me echt gaaf. Ik denk ook dat we voor nu hebben kunnen delen wat we kunnen delen. Want er sijpelt langzaamaan informatie door. We hebben wel wat collega's die wat meer inzicht hebben, maar die kunnen ook weer niet alles delen vanuit de NDA's die we hebben. Maar ik vond dit in ieder geval super informatief. Maar ik wel zo meteen benieuwd naar ben natuurlijk. Ja, weet je, hoe gaat dit werken? Hoe gaat zich dit manifesteren? En, hoe goed doet zo'n algoritme het zeker bij ons in Nederland? Maar daar gaan we gewoon mee experimenteren. En als we wat meer weten, dan kunnen we dat weer naar buiten brengen. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt van, weet je, dit moeten mensen echt even weten? Als het gaat over topics in dit specifieke geval? Op zich is het redelijk simpel. Het opzetten ervan, vanuit het beheers. Perspectief. Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden, hoe je het moet opzetten. Wie zijn de content-eigenaren, wie zijn de beheerders van het Topic Center? Dat zijn eigenlijk de twee nieuwe rollen die erbij zijn gekomen. Welke sites ga je wel indexeren, welke niet? En misschien daarvanuit, die allerbelangrijkste is, en dat is natuurlijk alles wat binnen Office 365 wordt opgeslagen. De topics behouden ook de rechten, dus je ziet geen onderwerpen waar je ook geen toegang toe hebt. Nee, precies. En dus de security blijft intact. Je krijgt niet opeens allerlei dingen te zien waar je eigenlijk helemaal niet bij zou mogen. Dus het advies van Microsoft is ook laat topics ook alles indexeren. En de medewerker ziet waar hij toegang toe heeft op basis van de rechten die je al hebt ingesteld. Ja.
Maar wat ik je daarmee ook hoor zeggen, denk ik, en moet je me even corrigeren als je het niet met me eens bent, want ik wil je niks in de mond leggen, is ja, er gaat heel veel automatisch. Jazeker, er zit een slim algoritme onder, bijna een AI, misschien wel een AI. Maar wel blijven nadenken. Dat is wat ik je hoor zeggen, denk ik ook. Wel blijven nadenken over je informatie, je security, je rechten, je rollenmodel enzovoorts. Ja, en daarbij denkend, dan even toch de andere kant. Ja. Wat ik heel veel zie in de governance trajecten die wij doen met klanten, is dat organisaties heel snel geneigd zijn om het gesloten tenzij principe te hanteren. Ja. In kennisdeling, gewoon in het algemeen, remt dat natuurlijk weer af. Ja. Dat is ook wel iets waar je als organisatie en aan de ene kant wil je natuurlijk je security goed geregeld hebben om te voorkomen dat je IP beschermd blijft. Maar aan de andere kant maak het niet altijd helemaal dicht, zodat het alleen maar bij een bepaalde afdeling bij hoort. Maar denk ook goed na over wat kunnen andere afdelingen daar weer van leren. En als organisatie gewoon zorgen ervoor dat je productiever en efficiënter werkt. Mooi. Dat vind ik een hele mooie uitsmijter. Martin, ik wil jou heel erg bedanken. Mooie achtergrond trouwens ook. Want ja, mensen, we zitten gewoon thuis. Martin is thuis, ik ben thuis. We schipperen een beetje. Maar die achtergrond die is vrij bewust zo te zien. Mooi, die ga ik ook ergens vandaan halen. Nogmaals, dankjewel. Ja, nee, ik heb die muur al in mijn tuin. Heb ik thema geschilderd. Je bent helemaal in stijl. Ik zal dat hier de volgende keer ook doen in ieder geval. Hey, hartstikke bedankt voor je tijd en voor je toelichting. Ook namens mensen die hebben gekeken. Voor jullie die hebben gekeken. Heb je specifieke vragen, zoals altijd, schiet ze onze kant op, stop ze ergens onder in de comments van het platform waar je nu op zit te kijken, of schiet ze naar info@wortel.nl, dan gaan we je vragen zeker oppakken en beantwoorden. Dat was hem voor vandaag. Ik zeg wederom bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.